altijd daar in een uur of half twee. Voor die tijd ben ik het al heel rond. Ga ik koffie zetten. Dan ga ik een beetje netjes binnen in onze werkplaats doen. En gaan wij om een uur of twee al open voor de mensen. Die fietswerkplaats was vroeger een onderdoorgang. Wij gaan in dat onderdoorgang repareren. En kinderen van school en die hier op straat en mensen. En te helpen daarin ook hun fiets leren maken. Ja, super. De onderdoorgangen, dat zijn de zeven ruimtes onder het flatgebouw van de Tagedreef. En daar zaten heel veel hangjongeren. Er werd gedeeld, geurineerd, gravity gespoten op de wanden. Weg met de camera nu! Toen kwam meneer Sami met het idee van ik wil een fietsenwerkplaats hier realiseren samen met de buurtvaders. En dan willen wij de fietswrakjes uit de wijken ophalen. Die weer een nieuwe leven geven en ze eventueel lenen aan mensen die een fiets nodig hebben. Veel mensen had het in het begin niet zoveel vertrouwen aan mij. Maar later is dat veel vertrouwen. Die denken, dit is een goede man, die doet goed werk. Die als problemen waren, weet je wel, ook die kinderen zelf, dat hun ook problemen hebben. Die zijn ze vaak naar mij toe gekomen en die vertellen echt waar naar mij toe. En die zeggen tegen mij wel eens, heel veel kinderen die tegen mij gezegd, waarom wij spreken met jou zo heel goed, beter dan onze ouders. Met dit gesprek, dat doen wij niet meer met onze ouders. En daar denk ik heel veel aan, echt waar. Goedemiddag, we spreken met de buurtvader van de fietswerkplaats. Zou jij even komen kijken in je fiets? Ik schreeuw heel veel, maar kwaad ben ik het nooit aan iemand kwaad hier, aan kinderen of zoiets of zie. Maar ik spreek wel vaak hier, oude mensen ook, als ik iets zie het verkeerd. Bijvoorbeeld als een iemand die gaat zijn hond uitlaten, daarin, bij scholen daarin, bij die school daarin. Waar die kinderen aan spelen, die gras die om die scholen, is voor die kinderen. De kinderen rennen daarin, lopen daarin. Maar als ik iemand daarin zie, wat is gebeurd vaak, gaat zijn hond daar uitlaten, dan ga ik meteen naar hem toe, dan ga ik gelijk in gesprek. Dan ga ik zeggen, dan moet het weg vandaag. Of hij ziet mij dat ik zo, zie gelijk, dan gaat tegen mij zeggen, dan gaat jou niks aan of wat nou, dan ga ik ook schreeuwen aan hem. Maar ruzie doe ik het niet. Nee, dat zijn, of bijvoorbeeld tot groot problemen veroorzaken, nee, dat doe ik het niet, echt waar. Die waren heel veel problemen in deze wijken. En ik had ook zelf kinderen in die tijd. En die kinderen van mij, die waren jong, die waren klein. Toen dacht ik, als ik zo lang hier blijf wonen, dan kan ik niet met mijn kinderen zo altijd. Dan moet ik het wat doen in deze buurt. Zo is dat begonnen. Ja. Je bent gemaakt om wat, zolang dat je kan, je moet wat gaan doen in deze wereld. Zo is het leuk. Misschien als ik dit doe, dan helpen de buurt, dan helpen die mensen. Ja, soms dan kunnen dingen uit de hand lopen en dan heeft hij ook wel overleg met bijvoorbeeld de gemeente of met de politie. Zij signaleert of er dingen zijn en ja, vaak kan hij het zelf af, zeg maar, hè, door gewoon zelf mensen aan te spreken. En dat is eigenlijk een beetje het vaderen over de buurt. We gaan voetballen. Mohammed komt zo meteen. Ja, eventjes. Nee, maar ik heb hem gehoord. Ja, hij zegt tegen hem, ik heb hem gezien. Hij zegt tegen hem, ja, weet jij nog die tijd toen wij hier verzamelen? Daar hebben ze ook hier gewoond, een kamer op Scoredrijf. Toen wij verzamelen en iemand van ons een blikje
limonade of iets gooit op grond. En de, gelijk die andere zegt tegen me, kijk goed, kijk goed, meneer Schuim komt eraan, kijk goed, even pakken, pakken en zo. En was ik echt blij, was ik het echt aan het lachen. Oké, daar is mijn droom, kijk daar waar. Waar gaan we met dat? Waar gaan we met dat? Waar gaan we met dat? Ik geloof in God, Allah. Ik ben een moslim. Ik doe iets wel, ik ben heel sterk, voel ik zelf aan mijn geloof. Wij zijn mensen in deze wereld. Wij moeten samen met elkaar gaan leven. Dus moslim, en dan moet je ook goede contacten doen met je buren, met je mensen, met land, met alles. Ja, dit zijn de mensen waarop de buurt kan draaien, waarop de wijk draait, waarop de wereld kan draaien. Als je voor elkaar zorgt en oog hebt voor anderen. Familie betekent alles voor mij. Wat ik hier allemaal doe voor die familie, doe ik het voor respect. En mensen die om mij heen, die zijn ook, respecteer ik het als ook een familie. Maar mijn familie is East. Hij ziet mij als een zoon. Hij ziet als het mij gewoon verkeerde dingen ziet doen, dan denkt hij ja, spreek ik hem op aan. Maar hij ziet mij nooit verkeerde dingen doen, dat is het. Iedereen die goed is en die goed gedragen, die goed doet, ik voel een beetje dat hij een familie is. En mijn kinderen, daar ben ik het trots op, echt waar. En die luisteren ook naar mij en ik ook luister naar hen toe. En hun laat mij ook af en toe zeggen, iets wat, pa, je bent druk met dit werk, je bent dit, je bent nou oud, ja. Ken je hem wel een beetje rustig, maar ik doe het niet. Nee, nee. Ik ga nog steeds met z'n volle gang.